Nou, Meerte, we gaan vandaag slotjes op je tanden plakken. Meerte krijgt een beugel. Rolf zit nog in de onderzoeksfase. Ik ben een 3D-scan aan het maken van het gebit. Ga je beugel eruit halen. En Marije wordt juist verlost van het ding. De kinderen hier komen met van alles en nog wat. Allemaal met één doel. Mooie tanden krijgen. Want wat wil je allemaal veranderen? Deze recht en hieronder recht. Maar het is gewoon vervelend om ermee rond te lopen. Dat je dan toch vindt dat je er iets aan moet doen. Het is ook ja, hoe het in de toekomst ook van dat je geen problemen ervan gaat krijgen. Dat vind ik vooral het belangrijkste. Nou, vind je het mooi geworden? Nou, buiten is dicht, is het ver. Mooie tanden zijn belangrijk, vinden de kinderen dus. Maar ook heel handig, zegt de orthodontist. Ja, heel goed. Omdat je ze dan beter kunt schoonmaken. Hè, dus als je tanden recht staan, dan is het makkelijker poetsen. En verder is het ook nog zo dat als jij mooie tanden hebt, ga je ze ook beter verzorgen. Er komt hier zo meteen een roosje pasta in. Je moet ongeveer een halve minuut in je mond zitten. Maar ja, met een wat minder mooie reeks kun je ook heel oud worden. Je kunt je dus afvragen of alle beugels ook echt nodig zijn. Tja, het is wel een beetje een vorm van perfectionisme. Dat je gewoon wil dat alle tanden goed staan. En soms wordt het een beetje overdreven. Ja, op zich snap ik het ook wel, want misschien vinden ze het leuk om te doen. Lampje er weer op. Ik denk dat ook iets met de moderne tijd te maken heeft, dat iedereen het perfecte gebit heeft. Om nou voor één spleetje in je tand zo'n heel beugeltraject te doen, lijkt mij niet wat ik zou doen. Dus ik ga er zo meteen een draadje in doen. Als één tandje een beetje scheef staat, dan is dat misschien helemaal niet nodig, want het kan ook heel charmant zijn, één scheef tandje. Maar als iemand daar ongelukkig van wordt en vrolijker wordt met die tand een beetje recht, ja, dan gaan we dat gewoon doen. Maar het merendeel van de patiënten heeft wel meer dan dat je aan de buitenkant kunt zien. Zo, nou, dat draadje zit erin. Je moet er wel wat voor over hebben. Het voelt heel erg raar en dat komt heel hard op je kiezen. Dit is wel een beetje zeer. Ik weet niet wat ik ervan vond. Het is een heel raar gevoel, zo de hele tijd je mond open geklemd hebben. Deze tand, hè, daar bijt je op. Je blokkeert eigenlijk dat je je kiezen mooi op elkaar kunt zetten. Er zijn een heleboel verschillende beugels. Maar deze wordt het meest bij kinderen geplaatst. En als je pech hebt, moet je daar 2 jaar mee rondlopen. Of is het juist cool om zo'n ding te hebben? Een beetje stom natuurlijk eigenlijk. Maar ja, bijna de hele rest van mijn klas heeft het ook. Dus het is niet heel erg. Ik vind het niet echt stom. Ik vind het een beetje ertussenin. Hoe was het om een beugel te hebben? Nou, het was ook wel moeilijk, want je mocht dan geen prik of kauwgom. Op zich wel jammer, want ik drink elke vrijdag wel wat fris. Zo, en dan kan dat niet meer. Voor Meerte begint het beugelavontuur nu echt. Zo, nou kijk maar eens in de spiegel. Welkom bij de club. Hè? Wat vind je ervan? Ik vind het zo mooi. Maar dat is even wennen, denk ik. En voor Marije zit het er lekker op. Nou dame, het is tijd voor de spiegel. Wow. Ja, heel verschillend. Ja? Tevreden? Ja, zeker. Enorm.